Goedendag en welkom bij deze winterverwachting van Weerplaza voor de komende winterseizoen 2024-2025. De afgelopen jaren hebben we die seizoensverwachting niet echt gehad. Eén keer met Alfred, toen heeft hij een aantal facetten behandeld, maar dit keer gaan we er echt diep op in. En hopen we dus ook wel een antwoord te kunnen geven op die vraag wat voor soort winter we gaan krijgen. Ook natuurlijk naar een aanleiding van veel vragen vanuit jullie, maar dat ga ik niet alleen doen, ook deze winterverwachting. Dat ga ik samen doen met mijn collega's, met Daniella, met Raymond en met Jeroen Elverink. En samen gaan wij dus proberen een antwoord te geven op die ene vraag. Of we dus een koude of een zachte winter gaan krijgen. Ja, en zo'n winterverwachting is heel erg ingewikkeld. En er komen heel veel begrippen voorbij. Je hebt vast wel gehoord van La Niña, de straalstroom, de polar vortex, maar ook de invloed bijvoorbeeld van zonnevlekken. Nou, daar gaan we allemaal langs. En dat doen dus mijn collega's vanuit een winterse omgeving en ik hier vanuit de Weerplaza Weerstudio. Dan gaan we eerst maar eens beginnen met het kijken naar de winters van de afgelopen jaren. Want misschien kunnen we daar al wat uit gaan opmaken. Daarvoor pak ik de Hellman-getallen erbij. Dat is een klassificatie die we gebruiken om te kijken hoe koud of zacht een winter is. En nu zien we wel heel duidelijk dat de laatste paar jaar die opwarming zich wel echt heeft ingezet. Koude winters, die hebben we al lange tijd niet meer gezien. Hier aan de rechterkant, daar zien we nog wel een aantal koude winters, vorige eeuw. Maar richting 2024 waren eigenlijk alle winters normaal of te zacht. Toch zijn er tussendoor echt wel winterse episodes geweest. Maar een te koude winter, dat is echt een hele lange tijd geleden. Zoom ik dan nog even in op de jaren vanaf 2010. Dan zien we die reeks met hele zachte winters ook duidelijk terug. Hier ook een Hellman-getal van 0,0 in 2014. Op dat moment hadden we een hele zachte winter, een zeer zachte winter. Maar ook de winters daarna is niet eens normaal geëindigd. Die laatste paar winters, 2010 tot 2013, toen was het dus nog wel even tijdelijk wat kouder. Zeker door bijvoorbeeld die decembermaanden van toen. Misschien herinner je het nog wel, 2009 en 2010. Toen hadden we zelfs een witte kerst, maar het is daarna dus niet echt meer gelukt. Nou, toch hebben we af en toe dus echt nog wel winterse episodes gehad, ook in die zachte winters. Misschien weet je het nog wel, sneeuwstorm Darcy in februari 2021, een heuse winterinval in Nederland. En daarvoor was die winter eigenlijk best wel zacht. Die februari maand ging dus ook erg koud van start. Met dit soort taferelen, ja, of we dat deze winter weer gaan zien, wie weet kan ik je er straks wat meer over vertellen. Maar dit laat dus wel zien dat zelfs in een zachte winter koudere periodes echt wel mogelijk zijn. We hebben uiteindelijk net geen koude golf gehaald, maar we kwamen heel erg dicht in de buurt. Overigens, in die februari maand ging het in die tweede helft van februari de temperatuur flink omhoog, waardoor we uiteindelijk zelfs met lenteachtig weer eindigden. En zo snel kan het dus ook gaan met dat winterse weer in Nederland. Nou, dan gaan we eens even kijken wat er nou nodig is voor een koude winter in Nederland. En dan pak ik eerst even deze weerkaart erbij van december 2010. Ik had het net ook al even over. Dit is een winterkaart waar vooral sneeuwliefhebbers heel erg blij van worden. Want wat zien we hier terug? Een Groenlandhoog met aan de oostelijke zijde daarvan de uitzakking van hele koude lucht. Direct vanaf de pool richting onze omgeving. Nog over dat relatief warme Noordzeewater. En dat zorgt voor de aanvoer van stevige sneeuwbuien. Bijna dagelijks vielen er in die decembermaand sneeuwbuien. En dat leverde op verschillende plaatsen tientallen millimeters of centimeters, moet ik eigenlijk zeggen, sneeuw op. En dit is dus echt wel een ideaal beeld wat we willen zien in de winter voor de sneeuwliefhebbers. Maar goed, we hebben niet alleen sneeuwliefhebbers, misschien ook wel schaatsliefhebbers. En dan zien we toch liever zo'n kaart. Een Scandinavisch hoogdrukgebied waarbij de koude lucht er als het ware omheen krult richting Nederland. Eigenlijk hele droge kou, waardoor zich heel gemakkelijk dat ijs kan gaan vormen. En zo'n setting, die kan er dus voor zorgen dat we op de schaats komen. In 2012 kwamen we zelfs bijna tot een Elfstedentocht. Op een haartje na hebben we die toen slechts gemist. En dan gaan we ook nog even kijken naar een ander facet wat invloed kan hebben op ons winterweer. En dat zijn de zeewatertemperaturen. We liggen natuurlijk aan de Noordzee, aan die ja, vrij milde Noordzee. Dus als die wind vanaf zee waait, dan wordt de kou toch al snel ons land uitgeblazen. En dat zien we hier nu ook goed terug. Dit zijn de zeewatertemperaturen van november 2024.
toch nog zo'n 12 of 13 graden. Je kan je voorstellen als die noordwestelijke stroming opsteekt, wat in november trouwens ook al deels is gebeurd, dat het zeker in de kustregio's soms nog wel voor flinke wat verzachting zorgt. Als je verder landinwaarts gaat, zeker naar de Limburgse heuvels of aan de oostgrens met Duitsland, dan raken we die zeeinvloed langzaamaan wat kwijt. Maar de meest ideale aanvoer is natuurlijk direct overland. Daarmee kan de meeste kou ons land gaan bereiken. En als ik naar deze zeewatertemperaturen kijk, die liggen toch wel iets boven normaal. Dus dat is toch niet een hele positieve factor voor de komende wintermaanden. Nou, dan nog een andere kaart. En dat is de sneeuwbedekking. Als er heel veel sneeuwbedekking natuurlijk is in Europa, kan die kou zich misschien wel makkelijker handhaven en ook makkelijker naar onze regio komen. En dit is nu de actuele sneeuwbedekking met toch al wel aardig wat sneeuw boven delen van Scandinavië en ver in het oosten. Maar toch ook nog hele grote delen, zeker van Oost-Europa, zijn eigenlijk sneeuwvrij. Nou is daar in november wel iets van verandering in gekomen, maar waarschijnlijk wel maar tijdelijk. Dit plaatje, dat zien we toch niet heel erg graag hoor voor de winterliefhebbers. We willen toch wel dat er een stabiel gebied is met die sneeuw, waardoor zich als het ware die kou zich kan versterken. En uiteindelijk misschien als die wind dan omklapt, dat die kou ook richting ons kan komen. We kunnen natuurlijk wel met oostenwinden te maken hebben, maar als er helemaal geen kou voorradig is in het oosten, dan hebben wij er als winterliefhebbers natuurlijk ook niet zo heel veel aan. Nou, dit zijn dus al een aantal verschillende facetten die invloed hebben op ons winterweer. Maar we gaan nu even de oversteek maken naar mijn collega's, naar Daniela, naar Raymond en naar Jeroen. Want zij gaan nog veel meer vertellen over verschillende onderwerpen die misschien wel van invloed zijn op winterweer. Daar gaan we dieper op in. Daniela gaat meer vertellen over La Niña en zonnevlekken. Raymond gaat zich vooral focussen op de polar vortex. En als laatste gaat Jeroen je wat vertellen over de straalstroom en de NAO-index. Dus goed luisteren, dit kan een hele interessante sessie gaan worden. De El Niño, Southern Oscillation, oftewel ENSO, is een klimaatverschijnsel in de Stille Oceaan dat zorgt voor veranderingen in zeewatertemperaturen, luchtdruksystemen en passaatwinden. Een passaatwind is een overheersende wind in de tropen. Tijdens El Niño worden de zeewatertemperaturen hoger, doordat de passaatwinden afzwakken en het water zo meer tijd heeft om op te warmen. Tijdens La Niña versterken deze passaatwinden juist, waardoor diepgelegen koud oceaanwater naar de oppervlakte wordt gestuwd. Sinds begin 2024 zitten we in een overgang van El Niño naar La Niña. En dat heeft invloed op het weer wereldwijd. Maar wat is deze invloed? En heeft ze ook invloed bij ons in de winter? La Niña versterkt meestal de polaire straalstroom in het noordelijke deel van de Stille Oceaan. De straalstroom in de Atlantische Oceaan komt hierdoor zuidelijker te liggen en koude lucht kan hierdoor, in theorie, makkelijker West-Europa bereiken. Daarnaast zijn er tijdens La Niña vaker omstandigheden die een negatieve fase van de NAO ondersteunen. Er ligt dan een hoge drukgebied boven Groenland en een lage drukgebied boven de Azoren. In een normale situatie zijn bij ons westenwinden vooral dominant. Maar met een negatieve NAO komt er vaker wind uit noordelijke richtingen. Dit zou mogelijk tot kouder weer kunnen leiden bij ons in Nederland. La Niña heeft wereldwijd grote gevolgen op het weer. Onder andere in het noordwesten van Noord-Amerika en het zuidoosten van Azië zijn koudere winters waarschijnlijk. Toch is de invloed van La Niña bij ons, met de kennis die we nu hebben, nauwelijks aanwezig. La Niña is een van de vele factoren die invloed heeft op potentieel winterweer. En ze speelt een veel kleinere rol dan de wisselvalligheid van het weer. Eventuele impact van La Niña is dus vooral indirect. Daarnaast is de verwachting dat de aankomende La Niña redelijk zwak zal zijn en daarmee haar invloed nog geringer. De interactie met andere weersystemen maakt het moeilijk La Niña's invloed te gebruiken in onze seizoensverwachting. Maar een andere factor die misschien wel invloed heeft op ons winterweer is de zonnecyclus. De zonnecyclus is een periode van 11 jaar waarin de zonneactiviteit varieert. Zonnemaxima worden afgewisseld met zonneminima. Tijdens een zonnemaximum is de zon het actiefst en zendt ze de meeste straling en energie uit. Dit gaat gepaard met veel zonnevlekken. Tijdens een zonneminimum is de zon juist minder actief en zijn er weinig zonnevlekken te zien. Deze zonnevlekken worden dan ook gebruikt om te meten hoe actief de zon is. Als er weinig zonnevlekken zijn, dan is de zon dus minder actief. Dit kan leiden tot een afkoeling van de atmosfeer en dat heeft invloed op luchtdrukpatronen en daarmee het weer. Maar waar leiden deze veranderingen toe en hoe groot is deze invloed? Tijdens een zonneminimum kan de stratosfeer, de laag boven de troposfeer waar het weer plaatsvindt, afkoelen. En dat kan de polar vortex beïnvloeden, maar daar gaat Raymond je straks meer over vertellen. Ook lijkt tijdens perioden van lage zonactiviteit de NAO vaker negatief te zijn, waardoor de westelijke stroming verzwakt.
Dit kan ervoor zorgen dat koude en droge lucht vaker in West-Europa bereikt. Kortom, een lage zonactiviteit en weinig zonnevlekken kunnen mogelijk van invloed zijn op de strengheid van een winter. Een voorbeeld hiervan is het Maunder Minimum. Dit is een periode van zeer lage zonactiviteit tussen 1645 en 1715. Tijdens deze periode werden zeer strenge winters waargenomen in Europa en Noord-Amerika en kreeg daarom de bijnaam Kleine IJstijd. Hoewel dit geen direct bewijs is, laat het een mogelijk verband zien tussen zonneactiviteit en winterse kou op lange termijn. In deze grafiek zien we het aantal zonnevlekken van de afgelopen 140 jaar. Tijdens de dalen, de zonneminima, zien we dat er vaker een Elfstedentocht is verreden. Daarmee zou je dus denken dat koudere winters vaker voorkomen tijdens een zonneminimum. Maar als je ook de rest van de koude winters in de grafiek zet, dan komen deze ook voor tijdens de zonnemaxima. Dit verband is dus wel discutabel. Deze winter zitten we in een zonnemaximum. Als je de besproken redenatie zou volgen, zou dat dus betekenen dat we met een zachte winter te maken krijgen. Toch lijkt het verband tussen zonnevlekken en koude winters niet significant. Tot nu toe blijkt uit onderzoek dat er vrijwel evenveel zachte winters waren met weinig zonnevlekken als strenge. Een duidelijk verband ontbreekt dus. Dit is dan ook de reden dat zonnevlekken voor ons geen toegevoegde waarde hebben in de seizoensverwachting. Dus de invloed van zonnevlekken en La Niña is voor onze seizoensverwachtingen niet relevant. Maar misschien de polar vortex wel. Raymond gaat je daar meer over vertellen. Prachtig hè, dat poollicht. Door het zonnemaxima, wat Daniela net benoemde, kan je veel vaker poollicht zien. Zeker ook hier in de poolstreken, waar ook de kou aanwezig is. Kou uit het hoge noorden, zoals hier in Lapland, kan soms ook Nederland bereiken. We spreken dan van een kou-uitbraak. Die zijn vrij zeldzaam. Als het gebeurt, wordt wel eens gezegd dat dat komt door de polar vortex. Hoe zit dit precies? De polar vortex is een sterke circulaire stroming die zich hoog in de stratosfeer bevindt boven de Noordpool in het winterhalfjaar, op zo'n 30 tot 50 kilometer hoogte. Voordat we verder gaan, moeten we eerst naar een belangrijk deel van de atmosfeer kijken. De atmosfeer is een omhulsel om de aarde van gassen en die zorgt ervoor dat er leven op aarde mogelijk is. De atmosfeer is opgedeeld in lagen. De onderste laag, dat is de troposfeer. Die is zo'n 12 tot 15 kilometer dik en daar speelt het weer zich in af. En daarboven bevindt zich de stratosfeer. En boven in die stratosfeer, daar is de polar vortex. Boven de stratosfeer zijn nog meer sferen, maar voor dit verhaal concentreren we ons alleen op de troposfeer en de stratosfeer. De polar vortex ontwikkelt zich in de herfst, maar is op zijn sterkst in de winter. Omdat het zonlicht niet meer op de polen valt, wordt het temperatuurverschil steeds groter tussen de pool en op gematigde breedte waar de zon nog wel aanwezig is. Er ontstaat zo een sterke westelijke vortex. En die westelijke vortex die houdt als het ware de koude lucht op de pool gevangen. Hoewel de polar vortex vrijwel altijd stabiel is, kan hij toch ook verstoord raken door atmosferische golven. Dit zijn golven die ontstaan in de atmosfeer als gevolg van temperatuurverschillen, luchtdrukverschillen, maar ook bijvoorbeeld door het verschil van land en water. De golven die bewegen zich ook langzaam naar boven toe en komen uiteindelijk in de stratosfeer terecht. En daar bereiken ze ook de polar vortex. Wanneer de golven sterk genoeg zijn en als het ware drukken tegen de polar vortex, raakt die verstoord. Hij gaat meanderen, maar hij kan ook zelfs breken. En de westelijke winden kunnen dan in het meest extreme geval zelfs oostelijk worden. Hierdoor gaat de lucht boven de pool in de stratosfeer sterk opwarmen. De lucht die wordt als het ware naar beneden gedrukt uiteindelijk en dat zorgt voor die opwarming. Dit noemen we een Sudden Stratospheric Warming, een SSW. En tijdens zo'n SSW kan de temperatuur in de stratosfeer in een paar dagen tijd wel 50 graden stijgen. En al die processen die ik hiervoor verteld heb, die kunnen daardoor versterkt afspelen. Het ingewikkelde proces van luchtsoorten die aan de wandel gaan, kunnen een kettingreactie in werking zetten, waardoor de westelijke winden geleidelijk aan ook op lagere niveaus een andere richting krijgen. In de troposfeer, op zo'n 10 tot 15 kilometer hoogte, vinden we de polaire straalstroom, de jetstream. En die is belangrijk. We bespreken hem ook vaak in onze tiendaagse, want hij stuurt als het ware ons weer.
De jetstream of straalstroom is normaal gesproken van west naar oost georiënteerd. Maar soms gaat hij als gevolg van luchtdrukverschillen meanderen. Hij gaat aan golven. En dat betekent dat hij veel meer noord-zuid georiënteerd kan worden of zuid-noord. En met zo'n noordelijke stroming kan koude lucht dan veel zuidelijker komen of juist met een zuidelijke stroming warme lucht veel noordelijker. Het breken van de polar vortex en de kettingreactie die van boven naar beneden als het ware een trigger is voor het meanderen van de jetstream, kan uiteindelijk leiden tot een kou-uitbraak. En zo kunnen we ook zeggen dat de polar vortex indirect kan leiden tot heel veel kou in Nederland. We hebben dat bijvoorbeeld gezien in februari 2018, toen het heel erg koud werd in ons land. Maar dit is belangrijk. Lang niet elke verstoring van de polar vortex leidt tot een kou-uitbraak in Nederland. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de koude lucht uitstroomt over Noord-Amerika of over Noord-Azië. En dan merken we er helemaal niets van. Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste kou-uitbraken in ons land niets te maken hebben met een verstoorde polar vortex. Ze hebben wel te maken met een meanderende straalstroom. Maar dat heeft dus niet als oorzaak de polar vortex. Nee, dat heeft veel meer te maken met hoe in de troposfeer de luchtmassa's koud en warm worden getransporteerd aan de hand van hoge drukgebieden, lage drukgebieden en andere weerregimes. Dan rest nu natuurlijk nog de vraag, kunnen we een verstoorde polar vortex van tevoren zien aankomen, zodat we hem mee kunnen nemen in onze winterverwachting? Helaas, dat kunnen de weermodellen niet. Ontwikkelingen in de stratosfeer waar de polar vortex zich bevindt, zijn slechts een paar weken van tevoren te zien. En dat betekent dat ze onbruikbaar zijn voor een winterverwachting. En dus moeten we gaan kijken of de overheersende stromingspatronen, de zogenaamde weerregimes, wel ver van tevoren zijn aan te kondigen. En dat gaat Jeroen voor ons doen. Winterweer in Nederland. Het lijkt steeds minder vanzelfsprekend. Hierbij het bruggetje van Bartlehem zijn legendarische Elfstedentochten verreden. Toen waren de winters koud genoeg voor natuurijs en waren de weerkaarten ook winters te noemen. Het weer, en zeker winterweer, wordt in Nederland sterk beïnvloed door de Noord-Atlantische oscillatie, oftewel de NAO. Maar wat is het precies en waarom is het zo bepalend voor winterweer in ons land? De NAO is een weerpatroon dat bepaalt hoe luchtstromen over de Noord-Atlantische Oceaan van Noord-Amerika naar Europa getransporteerd worden. Het gaat daarbij vooral om de interactie tussen het grote hoogdrukgebied bij de Azoren en verschillende lage drukgebieden bij IJsland. Als het luchtdrukverschil tussen beide gebieden groot is, spreken we van een positieve NAO. Is het luchtdrukverschil kleiner of klein, dan spreken we van een negatieve NAO. Laten we eerst kijken naar de positieve NAO. Bij een positieve NAO is het luchtdrukverschil dus groot. Er ontstaat daardoor een westenwind en relatief warme en vochtige lucht vanaf de Noord-Atlantische Oceaan kan Nederland en West-Europa aandoen. Dit scenario komt wel vaak voor in de winter. Het gevolg, zacht winterweer met ook regen en veel wind. Van winterweer is dan niet echt sprake. Maar wanneer de NAO negatief is, is het luchtdrukverschil tussen de Azoren en IJsland juist een stuk kleiner. De westenwind is veel minder dominant en daardoor kan koude lucht uit het noorden en oosten makkelijk ons land bereiken, waardoor bij een negatieve NAO dus ook grotere kans is op winterweer. Voor schaatsliefhebbers kan het zelfs betekenen dat er voldoende natuurijs ontstaat. Het lastige aan de NAO is dat het patroon snel kan veranderen. Hierdoor is het soms ook lastig te voorspellen of we een warme of een koude winter krijgen. Naast de NAO-index is ook de sterkte en de positie van de straalstroom een belangrijke factor voor winterweer in onze omgeving. De straalstroom is een bundel van wind op zo'n 9 tot 12 km hoogte en kan soms snelheden bereiken van 300 km per uur. De positie maakt echt veel uit voor winterweer in onze omgeving. De straalstroom ontstaat door het temperatuurverschil tussen de Noordpool en de Evenaar. Bij grote temperatuurverschillen is de straalstroom sterker en is de kans op winterweer ook wat kleiner. Bij een wat zwakkere straalstroom, als de temperatuurverschillen minder groot zijn, zien we dat de kans op winterweer juist weer toeneemt, dat heeft Raymond net ook al verteld. Wanneer de straalstroom zakt naar Zuid-Europa, kan koude lucht ons land blijven bereiken. In sommige gevallen kan zelfs een luchtdrukblokkade ontstaan. Een luchtdrukblokkade ontstaat wanneer de straalstroom dusdanig meandert dat er een groot en krachtig hoge drukgebied kan ontstaan. Dit hoge drukgebied kan bijvoorbeeld boven Groenland of Scandinavië liggen, waardoor de stroming bij ons uit het oosten of noorden komt en de westelijke toevoer geen doorgang vindt. Bij een standvastige blokkade boven Scandinavië kan koude lucht boven Oost-Europa naar ons toe blijven stromen
En er zou zelfs in sommige gevallen sprake kunnen zijn van een schaatsperiode. Dat hebben we zelfs in februari 2012 en in 2021 gezien. In februari 2012 kwam het zelfs bijna tot een Elfstedentocht. De straalstroom is dus een belangrijke factor van hoe de winter kan verlopen in Nederland en West-Europa. Helaas zijn er veel factoren die bepalen waar de straalstroom komt te liggen en hoe sterk hij is. Hierdoor kunnen we net als bij de NAO-index niet maanden vooruitkijken. Ja, en we zijn weer terug in de Weerplaza studio. Heel veel informatie hebben jullie gekregen, maar ook hele waardevolle informatie, zo denk ik. Heel veel van deze facetten kunnen wij dus eigenlijk ook niet echt gebruiken in onze winterverwachtingen. Dat zien we hier ook goed terug. Daniela die praat al eerder over Enzo. Heeft wel invloed op aarde, maar niet echt in onze regio. De zonneactiviteit, dat verband met weinig zonnevlekken en koude winters, is toch niet heel erg duidelijk. De polarvortex van Raymond, die kunnen we niet ver van tevoren zien aankomen of die toch een beetje instabiel wordt. En daarnaast de NAO-index van Jeroen. Daarin kunnen we ook wel een paar weken vooruitkijken, maar meer dan dat is toch echt heel erg ingewikkeld. Nou, waar kunnen we dan wel naar gaan kijken? Naar de seizoensverwachtingen van verschillende instanties. Onder andere het Europees Weermodel, het ECMWF, komt natuurlijk ook vaker voorbij bij ons. Die maken ook seizoensverwachtingen en ook CFS. Er zijn nog wel experimentele modellen, maar die zijn wel echt al in ontwikkeling. En daarom gaan we ze toch even langs om te kijken of die misschien wel een antwoord kunnen geven op die vraag wat voor winter we gaan krijgen. Nou, daarvoor pak ik eerst het CFS-weermodel erbij voor de maand december, de eerste wintermaand. Kunnen we kouder weer dan normaal gaan verwachten of juist zachter weer? Ja, en dat CFS-weermodel is het Climate Forecast System van de NOAA, waar ook het Amerikaanse GFS-weermodel vandaan komt, dat we natuurlijk wel vaker bij ons gebruiken. En het is een soort van de tegenhanger van het ECMWF Seasonal Model. Ik heb hier naast elkaar de luchtdruk, de temperatuur en de neerslagverwachting en dan de afwijking. Nou, normaal hebben we in december natuurlijk al een hele sterke poolwervel met een strak westelijke circulatie, vaak veel lage drukinvloeden, ook redelijk wat neerslag. En dat patroon, dat lijkt ook in december echt wel te gaan gebeuren. Hoge druk ten zuiden, juist lage druk ten noordwesten van ons. En die afwijking is er zelfs nog wat groter. Dus waarschijnlijk heel erg vaak een westelijke circulatie. Misschien soms dat hoge drukgebied wel voor net wat noordelijker schuift, waardoor we net even onder de kern komen te liggen. En dan kan dat wel wat koudere dagen opleveren. Maar het grootste gedeelte van december verwacht ik toch geen winterweer. En dat zien we ook heel goed terug in die temperatuurafwijking, zo'n 1 tot 1,5 graad boven normaal. Nou, in december zitten we normaal overdag rond zo'n 6 of 7 graden en zo'n 1 graad in de nacht. Dus vaak zitten we daar dan net boven. Maar zoals ik al zei, het zou best wel kunnen dat er even een episode tussen zit waarbij het ietsje kouder is. En qua neerslag komen we waarschijnlijk rond de normaal uit. Dus dat betekent toch wel dat we af en toe die paraplu wel nodig zullen hebben. Nou, dit is dus het CFS-weermodel. Dan pakken we nu het Europese weermodel erbij voor de maand december. Of die dat ook kan bevestigen. En zo ziet het er wel naar uit. Ook daar hoge druk ten zuiden, lage druk ten noorden. Met bij ons dus die westelijke stroming. Met daarbij dus hogere temperaturen dan normaal. Zo'n 1 tot 2 graden boven gemiddeld. En qua neerslag ook rond die normaal. Dus dat Europese weermodel dat bevestigt dat weerbeeld ook. Nou gebruiken we natuurlijk in onze 30-daagse verwachtingen altijd ook nog enkele kaarten met afwijkingen. En december zit er natuurlijk ook nu al volledig in. Dus daarom pakken we ook nog even de verschillende weken van december erbij. Om te kijken of daar wel wat verschillen in zitten. Daar zien we wel een positieve afwijking, maar niet heel erg sterk hoor. Dat moet ik wel zeggen. In die eerste helft van december zo'n 0 tot 1 in de eerste week. En ook in de tweede week 0 tot 1 graad boven normaal. Dat betekent dat het best wel eens zou kunnen zijn dat we af en toe te maken hebben met nachtvorst. Overdag temperaturen rond zo'n 7 graden. En het kan ook wel dat het afgewisseld gaat worden. Dat we af en toe een paar koudere dagen hebben met net wat lagere temperaturen. En ook een paar zachtere dagen waarbij die temperatuur misschien wel naar een graad of 10 kan klimmen. Maar diep winterse omstandigheden staan in die eerste helft van december ook echt niet op de planning. En dan die tweede helft. Eigenlijk verandert er heel erg weinig in die kaarten. Hè. We zien die afwijking wel nog wat verder afnemen. We komen eigenlijk een beetje in het wit te liggen. Dus temperaturen rond normaal in de derde week van december. En in de vierde week zien we toch ook dat die rode kleuren blijven overheersen. En kijk ook even naar het brongebied. Dat moet natuurlijk een beetje Scandinavië zijn of het oosten van Europa. En daar is ook weinig kou voorradig. Dus dan is het natuurlijk ook een logisch gevolg dat die kou het bij ons dan ook erg lastig heeft. Nou, en als we daar dan ook nog eens bij pakken, dat we zien dat de polarvortex, waar natuurlijk Raymond het net ook over heeft gehad, heel erg sterk is. Dat zien we hier ook goed terug. Die gaat zelfs boven gemiddeld uitkomen qua de sterkte. Dus een sterke westelijke circulatie. Dan is dat nog wel een ander teken
dat december waarschijnlijk geen wintermaand van formaat gaat worden. In ieder geval volgens de seizoensmodellen. Ja, en dan gaan we nu naar januari. Dat is natuurlijk eigenlijk de maand met de laagste gemiddelde temperatuur. Een echte wintermaand, zeker de vorige eeuw. Maar de afgelopen jaren is dat al niet echt meer het geval. Gaan we dit jaar dan wel, of volgend jaar moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen, in 2025 een koudere januari krijgen? Volgens het CFS-weermodel is dat toch ook niet het geval. Eigenlijk zien we nog steeds die hoge druk prominent boven Nederland aanwezig. Al is het wel iets noordwestelijker. En daarom zou het mij niet verbazen als er in januari toch een week of misschien twee weken echt wel met wat koude weer te maken gaan krijgen. Dat is wel echt een heel positief scenario. Want als we naar de temperatuurafwijking kijken, is dat nog steeds een half graad tot een graad boven normaal. En ja, dan heb je natuurlijk geen winterweer. Maar goed, het zou natuurlijk best wel kunnen dat twee weken in januari flink te zacht verlopen. Misschien wel met afwijkingen van 2 tot 3 graden boven normaal. En dan kan het wel gecompenseerd worden door 1 of 2 weken die misschien wel wat kouder verlopen dan gemiddeld. Dat is natuurlijk echt nog wel mogelijk. Ook natuurlijk wat we afgelopen jaren vaak hebben gezien. Een wat koudere episode in een hele zachte winter. Dat zou nu dus ook zomaar kunnen. En qua neerslag waarschijnlijk ietsje droger dan gemiddeld. Natuurlijk door die invloed van hoge druk. Nou, dat is dus het beeld van het CFS-weermodel. Dan gaan we nu even kijken naar het Europese weermodel. Wat die laat zien. Eigenlijk ook weer een vergelijkbaar beeld. Veel invloed van hoge druk in onze omgeving. Met temperaturen over het algemeen boven gemiddeld. Dat betekent overdag temperaturen rond een graad of 7. 's Nachts kan het af en toe wel eens vriezen. Maar zoals ik net al zei, het zou ook best kunnen dat we een tweedeling krijgen in die maand. En qua neerslag komen we volgens het Europese model uit rond gemiddeld. Dus dat betekent toch ook wel dat je af en toe wel eventjes nat kan worden als je erop uitgaat. Maar ook genoeg droge momenten hoor daarbij. Naar de laatste wintermaand, februari. En daar zien we toch opnieuw hetzelfde beeld. En februari lijkt zelfs de zachtste maand te worden van de drie. Van december, januari en februari. We hebben te maken met een zuidwestelijke aanvoer. Lage druk komt wel wat dichterbij, maar daardoor zien we eigenlijk dat die aanvoer juist alleen maar sterker wordt. Met temperaturen zo'n 2 tot 2,5 graad boven normaal in dat CFS-weermodel. En neerslagkansen rond normaal. Misschien ietsje natter dan gemiddeld. Natuurlijk ook logisch door meer invloed van lage drukgebieden. Nou, ook het Europese weermodel laat datzelfde beeld zien. Die hoge druk wordt iets minder prominent. Nog steeds een positieve afwijking tot zo'n 2 graden. En neerslag waarschijnlijk zo rond gemiddeld in het Europese weermodel. Voor februari zijn er dus ook niet echt tekenen dat er iets van winterweer zit aan te komen. Nou, dan pak ik nog even de winter als geheel, want er zijn nog een aantal extra modellen. Onder andere dit IRI-model is gebaseerd op Amerikaanse data. En daarin zien we een kansverwachting of we een zachte winter krijgen of juist een te koude winter. Rode kleuren betekent een grotere kans op een zachte winter. Blauwere kleuren betekent dat er een grote kans is op koudere winters. Nou, dat is natuurlijk ook alweer duidelijk een positieve afwijking in onze omgeving. Dus een grotere kans op een zachtere winter in totaal. Dus de decembermaand, de januarimaand en de februarimaand bij elkaar. Is natuurlijk een grof gemiddelde. Dat kan natuurlijk zijn dat er 1 of 2 weken even net wat negatiever uitvallen qua de temperatuur. En de rest van de weken juist positief. En qua neerslag misschien iets natter dan gemiddeld in dit model. Dan nog het allerlaatste model wat ik ga bespreken. Dat is van de Duitse Weerdienst. En daarin zien we toch ook dat de hele winter zo'n 1 tot 2 graden warmer is dan gemiddeld. Met ook de hoogste afwijking opnieuw in Scandinavië en het oosten van Europa. Daar waar onze kou vandaan moet komen. Dus dat is natuurlijk voor de winterliefhebbers niet erg goed nieuws. En qua neerslag waarschijnlijk ook iets natter dan gemiddeld. In ieder geval net om ons heen. Dus af en toe net wat meer invloed van lage druk. Het lijkt er wel op dat die meeste neerslag dus wel is weggelegd voor december en februari. Dat in januari dus die hoge druk misschien net sterk genoeg is voor wat droger weer. En misschien dan dus ook net even wat kouder weer. Nou goed, de conclusie die we hier dan uit kunnen trekken, ja, het zal je natuurlijk dan niet verbazen. Een vrij zachte winter staat ons waarschijnlijk te wachten volgens de seizoensmodellen. Met een neerslag die rond normaal uitkomt. En soms is er dus echt wel een winterse episode mogelijk. Waarschijnlijk dan wel in januari, dat lijkt er nu dan wel op. Ik moet hier natuurlijk nog wel bij zeggen dat er nog steeds grote onzekerheid zit in die seizoensmodellen. En dat zeggen de Europese weerdiensten ook zelf en ook de Amerikaanse weerdiensten. Het is nog een experimenteel product wat nog steeds ook aan verandering onderhevig is. Dus we benoemen het hier zeker wel en we gebruiken het ook zeker. Maar het blijft gewoon een heel erg lastig iets, zo'n seizoensverwachting. En hopelijk hebben mijn collega's Daniela, Raymond en Jeroen ook uitgelegd waardoor dat dus zo moeilijk is. Er zijn zoveel factoren die zo'n winterverwachting kunnen beïnvloeden, dat dat gewoon heel erg lastig is.
We gaan er uiteraard wel op terugkomen of onze verwachting ook uit gaat komen, als ik het zo kan zeggen. Dat doen we uiteraard in 30-daagse verwachtingen, maar misschien ook halverwege wel een update van de winterverwachting. Want misschien worden we toch nog verrast in december, januari of februari. Dat gaan we dan je uiteraard laten weten, misschien wel in extra livestreams. Dus abonneer dan overal even op ons YouTube-kanaal, want dan mis je helemaal niks. En geef een like aan deze video. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en wens ik je in ieder geval een hele fijne winter toe. Tot de volgende keer.